Welkom terug, trouwe kijkers en fans en wellicht nieuwelingen op het internet die graag filmpjes bekijken op YouTube met betrekking tot mobiliteit en in dit geval auto's. Naast mij staat een BMW E88, dat is een 118i, met een uit mijn hoofd een 2 liter of 1800 blok van 143 pk, softtop met een zwarte kap in een donkerblauwe kleur. Ik mag mijn uurtjes gaan besteden aan het volgende. En dat is het interieur reinigen, stofzuigen, kunststof verzorgen, leder schoonmaken, leder wat herstellen aan de bestuurderskant, want daar zit wat instapschade in. Als ik dat gedaan heb, dan verplaats ik me naar het exterieur. En het eerste wat ik dan ga doen is de koplampen polijsten. Die kunnen wel een lichte boost gebruiken. En als ik dat gedaan heb, dan wordt het exterieur in een aantal stappen polijsten. Wat ook nog inhoudt dat ik nog lakdieptereiniging toe ga passen. Dat is hier en daar nog wel wat nodig. Ramen nog even op glanspolijsten. Als ik de kap afgeplakt heb, dat ga ik straks ook nog even doen. Maar ik laat hem eerst even drogen, want dat scheelt enorm met het vocht wat vast blijft hangen onder het zeil. Uiteraard de rest nog even droog maken, deursporingen, etc. En dan mag ik een aantal uurtjes aan gaan verdiepen en besteden. Ik vind het een hele mooie BMW. Waarom? Omdat de snit, hoe de wagen getekend en gebouwd is, voor mij een beetje op een bulldog lijkt. Met dat brede, met die uitgeklopte wielkasten. En die karakteristieke koplamp die erin in hangt, die geeft hem een heel eigen gezicht. Anders vind ik als de rest van de BMW-series. Ik vind het een hele fraaie wagen. Goed. Dat gezegd hebbende, vind je het leuk om de vlog te volgen of te bekijken? Dan zou ik zeker zeggen, stay tuned. Interieur is klaar. Op één ding na, en dat is het leervoeden. Maar dat doe ik pas op het moment dat ik de kap open kan doen. Is wat makkelijker voor mij om de achterbank te bereiken. In plaats van nu kruip door, sluip door. Zoals ik ook het leer heb moeten reinigen. De wagen is inmiddels gestofzuigd. De kunststof is verzorgd. Rest mij alleen nog even de ramen, de binnenkant doen. Maar dat is pas voor later. Leer heb ik hersteld en dat is eigenlijk zodanig weinig schade dat ik eigenlijk zeg van ja, het is eigenlijk de moeite niet om het even op film te zetten. Het is heel minimaal. Het leer ziet er echt fantastisch uit. Het is schoongemaakt, ik moet het alleen nog voeden. Deursporingen uitgenomen. En nu de rest van mij even een hapje eten. Het is voor mij lunchtijd en dan na de lunch ga ik beginnen aan de koplampen. Zo, we zijn inmiddels na de lunch aangekomen. En je ziet, er hangt een bepaalde waas over het glaswerk heen, het kunstwerk heen. Van verweerd. Het is niet geel zoals je bij de meeste koplampen ziet, maar een bepaalde andere, ik denk bepaalde wasstraatchemie, die de boel wazig heeft gemaakt. We gaan er een laagje van afslijpen. En dan daarna koten. Thank you.
De koplampen die zijn inmiddels ook gedaan. We zijn nu bezig met lakdieptereiniging. En om even te laten zien hoeveel vuil er op een lak kan zitten, ondanks dat ik hem gewassen heb. Ook nog met een kleimit. Kijk, dit komt van de zijkant af. Alleen van de deur al. Bruin en zwart, allemaal van teer en allerlei andere vervuiling. Hoor eens. Ja, dit wordt echt drie stappen polijsten. Met zoveel vuil erop. En marring creëert. Kijk eens. Oh, bijna. Van dit stukje al. Daarom is voor een goede basis van poetswerk dit zeer essentieel om dat te verwijderen. Anders heeft het polijsten van lak geen zin. Want nu is hij al glad en geen schuurpapier meer. Goed, door naar de andere kant en dan als laatste even de motorkap. Hoe smerig of hoe vuil dit paneel is. Kijk, pakken we de zijdeur ook nog even. Even erin mee, een stukje. Dit vuil komt van je lak af, wat je met handwas of met wasstraat er niet vanaf krijgt. Goed, ik ga even de wagen even verder afmaken en dan zie je me zo meteen nog even terug. Schoon te houden die ik schoongemaakt heb, gaan we hem uiteraard, voordat we gaan polijsten, gaan we hem even afplakken. Het Rotary Step 1.
Zo, twee keer gepolijst, nog één keertje morgen. Het is inmiddels tegen 6 uur. Ik moet alleen nog even de bumper doen, maar dat zijn kleine stukjes. En dan morgen verder met de laatste laag polijsten, of de laatste keer polijsten. En dan is het een kwestie van ontvetten en dan wax erop. Maar goed, zover is het nog niet. Voor mij is het tot morgen en voor jullie tot later. Bij de volgende dag, laatste stap, polijsten. Polijsten is inmiddels ook uitgevoerd. Wat ik nu ga doen is het glas even polijsten. Dan kan namelijk kan ik het plastic omwisselen, zodat ik de kap kan impregneren voordat ik als laatste stap in de wax ga zetten. En dan uiteraard nog de laatste zaakje afmaken. Goed, weer een stapje verder. Na het ontvetten, het aanbrengen van de wax op de ouderwetse manier met de hand. Ben jij ook nog zo'n ouderwetse autopoetser die je lekker nog met vloeibare waxen, dus geen spraywaxen, maar vloeibare waxen of vaste pasta's aan de slag gaat? Ga je je auto waxen? Even een tip van mij. Hoe dunner, hoe beter. Waarom? Omdat het materiaal tegenwoordig toch wel werkt op moleculair niveau. Dus alles wat je erop smeert, moet je er ook weer afpoetsen. En dat is dus de bekende spierballen tijdperk, 2 keer in een jaar normaal gesproken. En dat is helemaal niet nodig. Dus wat ik al zeg, hoe dunner, hoe beter. Doe er je voordeel mee. Goed, ik ga even verder de wagen in de wax zetten. En dan zie je me straks nog even terug. I118 heb ik uitgepoetst. Na wax aanbrengen. Ik heb de ramen heb ik op glans gepolijst. De kap heb ik geïmponeerd, zoals je gezien hebt. Het enige wat mij nog rest is even de binnenkant van de ramen schoonmaken. Nog wat andere kunststofdelen. Het ruitje aan de achterzijde. En dan het leer nog even voeden. Maar dat doe ik morgen op het moment dat de kap morgen open kan. Want die is nog licht vochtig van het impregneren. Dus dat doe ik morgen. En dan ben ik klaar met de auto op foto's. En het rondje, bekende rondje van de zaak na dan. Maar goed, dat is voor morgen. Voor nu ben ik er nu even klaar mee. En dan laatst nu 12:30. Tijd voor een hapje eten. Ik zou zeggen, tot de volgende shot. En voor mij wordt het voor morgen. In de vorige shot. De BMW is nu in ieder geval wel klaar. Dat wil zeggen, ik heb alle handelingen, werkzaamheden uitgevoerd zoals ik met de klant heb afgesproken. Interieur reinigen, leden schoonmaken, leden voeden, klein beetje schadeherstel. Kunststofresten verzorgen, ramen binnenkant, buitenkant die ik ook nog tevens op glas heb gepolijst. Het exterieur
aangepakt door middel van handwas, lakdieptereiniging, aantal stappen polijsten. Zoals je gezien hebt, dus een eenmaal rotary en tweemaal excentrisch. En hier en daar twee keer rotary. Banden in de dressing gezet, velgen gereinigd, zover dat het materiaal het nog toeliet. Kap schoongemaakt en geïmpregneerd. En daar heb ik een aantal uurtjes aan kunnen besteden. Goed, de BMW i1818 kan terug naar de eigenaresse. Rest mij alleen nog te zeggen, wederom bedankt voor je belangstelling en voor je aandacht. En wellicht zie ik je in de volgende video. Uiteraard krijg je van mij nog het bekende rondje van de zaak. En ik zou zeggen, bedankt. Tot de volgende keer. Ciao.